En we zijn weer terug met... Jilen. We gaan het vandaag hebben over de aanvullende voeding. Dus eigenlijk naast ruwvoer, wat je nodig hebt, hoeveel, wanneer, wat, wanneer niet. Kijk, basisgegeven is je ruwvoer. Dus eigenlijk is het zo dat aanvullende voeders als krachtvoer, die beslis je in, hè, of dat moet en hoeveel en welke soort, op basis van wat je paard wel of niet kan halen uit het ruwvoer. Dus dat is wel een belangrijk gegeven. Heb jij een stal of zelf, of sta je op een stal waar heel veel ruwvoer gegeven wordt, dan heb je dus waarschijnlijk, zeker als het wat rijker is, ook heel weinig aanvulling nodig. Dus dat kan betekenen of een krachtvoer met een lage energiegehalte, of gewoon weinig krachtvoer. Heb je diverse paarden staan, dan moet je al wat meer gaan spelen. Omdat ook daarin geldt, hè, heb je een sober paard of een paard hoog in de sport. En dat kan dan ook weer een sober paard zijn. Maar dat is dus afhankelijk van inspanning en ras. Dan kan het dus zijn dat je de een een basis muesli of brok geeft en de ander een sportbrok of muesli. Dus dat je, het ruwvoer is voor elk paard of pony een vast gegeven. Yeah. En afhankelijk van de aanvullende behoeften vul je het dus aan met het soort of de hoeveelheid krachtvoer die dan nodig is. Nou, mijn paard krijgt sportmuesli. En die pony van Tessa die krijgt inmiddels ook sportmuesli. En daarnaast geven wij in de winter altijd slobber. Ja. En dat doe ik eigenlijk meer omdat ik dan denk van nou, dat is een lekker warm buikje. Ja, nou, meestal is het voer natuurlijk in hun eigen lijf wel al opgewarmd tijdens het hele kou- en verteringsproces. Dus in dat opzicht is dat inderdaad voor onszelf. Al merk ik wel, bijvoorbeeld ook bij mijn eigen paard, of nou, ik heb een Arabisch volbloed, dat hij zeker warm eten meer waardeert dan dat ik met een koude plens, slobber of bietenpulp aankom. Dus dat op zich weet je al dat zeer gewaardeerd wordt. Ja, het ruikt natuurlijk ook veel meer als het warm is. Ja, dus in dat opzicht, uiteindelijk is het heel vaak voor ons. Maar je merkt toch wel dat een paard zeker slobbersoorten heel erg kan waarderen. Ja hoor. Dat is een goede verwennerij. Ja, precies. Goed, dus dan hebben we nu ruwvoer. Dat geven we in grote hoeveelheden, hebben we net gehoord. En ik heb een KWPN'er, die loopt 6 dagen per week. En 1 dag is ze gewoon helemaal vrij, dus dan gaat er niemand op. En dan komt ze natuurlijk wel gewoon buiten. Of als het heel erg rot weer is, gaat ze even in de stapmolen. Maar in principe wandelen we dan, staat ze in de paddock en loopt ze rond. En die andere 6 dagen, daarvan 1 of 2 dagen gaan we springen. En de rest van de dagen wordt er gewoon gereden. Eerst reed Tessa, die is natuurlijk een stuk lichter dan ik, ook nog 1 dag per week. Die rijdt nu wat minder, want die heeft een eigen pony. Dus ik heb, ik wil het geen sportpaard noemen, want het is een recreatiepaard, vind ik. Waar ik dan dressuur mee doe. Ik spring ermee, ik ga ermee naar buiten, verzin het en ik doe het ermee. En dan, daarnaast hebben we dan Tessa de pony en die heeft langer stilgestaan. En die moet dus nu opbouwen. Ik merk hetzelfde als toen ik Verona kreeg, dat haar pony dus heel erg, dat uur lopen, dat houdt ze nu wel vol, maar ze struikelt nog regelmatig. En je merkt gewoon dat de spieren, die hebben echt nog wel heel veel meer nodig voordat die weer helemaal stevig rond dartelt. Ja. Beide zijn springpaarden, hoewel Verona dan wel dressuur gefokt is. Dus ik wil het geen sportpaarden noemen, want wij gaan er allebei zeker nooit een Grand Prix mee rijden. Maar ik wil het eigenlijk ook niet echt een recreatiepaard noemen. Want dan zou ik toch denken van bij een recreatiepaard in mijn hoofd, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, dat is in mijn hoofd zo. Die doen meer buitenritjes en een beetje voor de lol in de bak een beetje rijden. Maar die zijn niet heel erg bezig met ontwikkeling van allerlei takken van sport. Ja. En wij krijgen toch allebei wel les. En, dus dan denk ik een beetje tussen heel erg recreatief in naar iets meer sporterig. Maar zeker geen sportpaard. Zo wil ik. Ja, en ook daarin, kijk, we hebben de standaard begrippen zoals iedereen die kent van recreatief. Recreatief wordt inderdaad vaak gezien als heel licht werk, een beetje rondhobbelen in de bak. Maar iemand die een serieus recreatieruiter, die 3 keer in de week 3-4 uur het bos in gaat, vraagt misschien wel meer van zijn paard dan iemand die op BL niveau springen dressuur doet en 5 of 6 dagen in de week 30 minuten tot 1 uur bezig is. Ik dus ook maar. Daarin, je hebt natuurlijk wel een aantal basisbegrippen, maar kijk gewoon ook weer voor jezelf hoe intensief de ene recreatieruiter is, de ander niet. En dat geldt voor sportruiters net zo. De een is elke dag
heel intensief bezig en de ander zegt, nou, ik doe 2-3 dagen per week intensief en de andere dagen lichtwerk. Of die wisselt bosritten af met bakwerk. En voor de een is een bosrit een uur of 2 uur stappen. En de ander die zegt, nou, ik kan ook een uur galopperen. Nou, dat maakt natuurlijk ook weer een verschil. Dus we doen even alle termen overboord. Ja. Niks, geen recreatie en sportpaarden meer. Maar gewoon hoeveel energie heeft een paard nodig. Precies. Want Verona vindt buitenritten doodeng. Wordt al een stuk minder. Maar die verbruikt, nou, ik denk 10 keer zoveel als Famke. Waar ik altijd mee naar buiten ga. Die vindt dat chill. Die vindt dat rustig. Die vindt dat leuk. Ja. Dus die hobbelt vrolijk rond. En Verona die vindt werkelijk waar elke... Nou ja, elk blaadje, alles vindt ze, nou ja, bij wijze van spreken eng. En daar is ze wel overheen aan het komen, maar ik kan niet kost zeggen... Kost veel energie. Precies, ja. Ik kan niet zeggen dat ze relaxed op buitenrit gaat. Ja. Dus we kijken nu alleen naar energiebehoeftes, ja. Hoeveel energie het kost. Oké. Precies. Nou, daarbij nog even terugwijzen naar het ruwvoer. Als je heel rijk ruwvoer hebt, zul je ook bij een sportpaard al minder veel hoeven aanvullen dan dat je een heel arm product hebt. Yeah. Dus nou ja, laten we ervan uitgaan dat je dan een beetje weet van hoeveel energie erin zit. Hè? Dus, en hoeveel je paard of pony inmiddels krijgt. Dan ga je kijken van, nou, wat ga ik aanvullen aan energie? Dan heb je natuurlijk, kom je in de winkel, en dan staan er 20 soorten voer. En voor elk merk nog eens zoveel soorten voer. Ja, ja, ja. En de een die baseert het op ras, hè, die heeft een Friese voer. Of, en iets voor nou, gewoon warmbloed of nou ja, sober. En de ander die baseert het puur op energiebehoeften. En die maakt minder onderscheid op rassen specifiek. Want wat ik al zei, als jij een Shetlander hebt bijvoorbeeld, ja, die in de wei en 1 keer in de week met als kinderpony gebruikt wordt, is dat anders dan dat jij intensief in de menssport zit met jouw Shetlanders. Ja. Dus dan kan die voerbehoefte ook nog verschillen. Dus in dat opzicht kijk je niet alleen naar ras en daarmee een voer. Eigenlijk ga je gewoon kijken, wat heeft mijn paard nodig? En welk voer sluit daar het best op aan? Oké. Okay. Nou, dan heb je dus al muesli's en brokken. Wanneer kies je voor wat? Er komen vaak hier nog vragen binnen. Ja, als ik een muesli geef, moet daar dan nog een brok bij? Want is muesli wel een volwaardig voer? Oké. Ja. Eigenlijk zeg je alleen dat een granenmix, dat is eigenlijk een voer waar nog wat bij moet. Omdat daar geen vitamine en mineralen aan toegevoegd zijn. Oké. En daar wordt dus ook de term gewoon granenmix gebruikt. Dus granenmix is iets anders dan een muesli? Ja. Oké. Ja. En bij muesli's, en daar kan ook gewoon nog hele granen in zitten, of gepoft of geplet. Maar dan is er ook een vitamine-mineralenbrokje aan toegevoegd. Eigenlijk net als wat er in brok wordt meegeperst. Okay. Dus beide producten kunnen eigenlijk naast ruwvoer in de hele behoefte voorzien. Maar omdat het altijd naast ruwvoer is, staat op alle soorten krachtvoer dat het een aanvullend voeden is. Okay. Dus heb je bijvoorbeeld hond- of kattenvoer, dan staat er op de verpakking volledig voer. Yeah. En daarom vinden sommige mensen het verwarrend dat als ze op krachtvoer lezen van een paard, dan staat er eigenlijk altijd aanvullend voeder. Okay. En dat heeft dus mee te maken dat paarden in principe leven van ruwvoer en krachtvoer daarnaast is. Een paard alleen op krachtvoer zetten, dan gaat hij uiteindelijk dood. Oh, oké. Okay. Ja, want daar is de spijsvertering niet op gemaakt, dus daar krijg je allemaal verstoringen. Dus vandaar aanvullende voeders. En zitten er dus vitamine en mineralen bij in, dan heb je het over een volledig aanvullend voeder. Omdat hij gewoon eigenlijk in alles voorziet, in energie, in eiwitten en de vitamine en mineralen. Nou, dan heb je dus muesli's en brokken. En dan heb je in beide heb je dus verschillende varianten van heel laag in energie naar heel hoog in energie. Afhankelijk dus van de energiebehoeften en ook aan hoeveel energie moet er dus dan in en hoeveel voerbeurten kun je houden. Sommige mensen hebben hun paard ergens op een stuk land staan, doen wel veel, maar hebben daardoor maar de mogelijkheid om 1 keer per dag krachtvoer te geven. Ja. Dan kies je ook al eerder voor een heel geconcentreerd voer met een hoge energiewaarde, dan dat je op een stal staat met 3 voerbeurten. Ja, we hebben er zelfs 5. Nou, kijk. En dan ook nog van hoeveel krachtvoer wil je geven. Sommige mensen vinden het geen probleem om 3 of 4 kilo krachtvoer per dag te geven. Andere mensen willen gewoon maximaal 1 kilo per dag geven. Omdat ze niet het lichaam willen belasten met veel suiker en zetmeel. Yeah. Daar zijn mensen net als voor hunzelf vaak met hun paard en pony ook bewust mee bezig. Dus die zeggen van, nou, mijn paard doet wel veel of mijn pony doet veel, maar ik wil eigenlijk niet meer dan 1 tot 1,5 kilo per dag voeren. Naast ruwvoer. Okay. Dan kies je dus bijvoorbeeld ook al eerder voor iets wat heel hoog in energie zit, zodat je met die hoeveelheid eigenlijk al veel aanvult. Maar dat kan dus. Ja. Want mijn paard die krijgt 3 keer per dag 1 kilo Bix. En daarnaast krijgt ze van mij dan nog ongeveer 1 kilo muesli. Dus die krijgt 4 kilo per dag. Ja. Maar
als ik jou zo hoor, zou je zeggen van nou, dat kan je eigenlijk beter terugschroeven en dan iets geconcentreerders geven. Dat kan. Is dat beter of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Dat hangt dus van een aantal factoren af. Kijk, het mooiste is natuurlijk als je paard zo ver mogelijk komt op ruwvoer. Ja. En vroeger werd heel veel krachtvoer gegeven, want paarden werkten echt heel veel uren per dag. Dus die konden nooit meer die energiebehoefte voldoen vanuit ruwvoer. En vandaar dat er dan heel veel haver vooral werd gevoerd. Dus dat zijn allemaal dingen met elkaar verbonden. Het kan zijn dat jouw paard, als die bijvoorbeeld twee keer zoveel ruwvoer krijgt, want daar moet je wel rekening mee houden, want jij geeft nu al een sportvoer aan het paard. Dus dan is het heel moeilijk om iets te vinden wat zo hoog in energie is dat je met 1/3 van jouw huidige hoeveelheid voorziet in dezelfde energiebehoefte. Okay. Zou jij nou bijvoorbeeld echt een heel erg basisproduct geven en je zou dan een overstap maken naar het meest energierijke voer, dan kan het zijn dat je in ieder geval minstens kunt halveren. Okay. Dus dat is inderdaad, als je zegt van nou, mijn paard heeft bijvoorbeeld, is gevoelig op de maag. Hè. Door krachtvoer kunnen paarden, zeker in combinatie met assen, wat stressgevoeliger zijn. Wat eerder problemen met de maag krijgen. Ja, dan is het fijn als je met heel weinig krachtvoer al voldoende energie aanvult. Okay. En ook, vandaar dat je ook stappen kunt werken. Begin je met een paard met werken, zal die nog niet heel veel extra aanvullend nodig hebben. Dus dan begin je met een basismuesli of een basisbrok. Dan ga je wat meer werk doen en dan kun je natuurlijk kiezen om de hoeveelheid te verhogen. Maar je kunt ook zeggen, ik ga dezelfde hoeveelheid aanhouden, maar ik kies dan voor een voer wat iets hoger zit, zodat ik met dezelfde hoeveelheid krachtvoer al meer energie geef. We hebben namelijk basisbrokken en we hebben powerbrokken. Precies. Dus ik moet gewoon weg van die kilo basis en over naar de power. Precies, en dan kun je minder geven. Ah, slim. Ja. En het enige waar je nog altijd rekening moet houden is dat als je onder de aanbevolen hoeveelheid van de fabrikant gaat zitten. Want eigenlijk staat er altijd op de verpakking aangegeven wat de minimale geadviseerde hoeveelheid is. Dat is niet op basis van het energiegehalte gebaseerd, maar op basis van de vitamine- en mineralengehalte die erin zitten. Okay. Dus stel er wordt van een voer, stel jouw paard of je grote pony weegt 500 kilo. En er wordt geadviseerd om bij 500 kilo paard 1,5 kilo muesli of brok aan te vullen. Dan kun je dus, als je vanaf die hoeveelheid geeft, kun je ervan uitgaan dat de basisbehoefte aan vitamine en mineralen wordt gedekt. In combinatie met het ruwvoer. Ruwvoer, ja. Maar het kan ook zijn dat jouw paard of pony dat energiegehalte niet eens nodig heeft. Zelfs niet van een basismuesli. Dan kun je minder geven, maar dan dek je weer niet het gehalte aan vitamine en mineralen. En daar hebben ze nou volledige vitamine- en mineralen supplementen voor ontwikkeld. Ah, dus als dat niet uit de brokken kan komen en het ruwvoer, tezamen, dan ga je pas aanvullen. Ja. En tot die tijd vul je helemaal niks aan. Eigenlijk niet. Nee, kijk, er zijn altijd wat uitzonderingen, wat tips waar je naar kunt kijken als je het hebt over bijvoorbeeld vitamine E-behoeften. Mm-hmm. In vers gras zit heel veel vitamine E. Maar in de winter, als er geen vers gras is en ze staan op hooi en voordroog, kan het zijn dat sommige paarden en ponies iets wat stijver worden. Yeah. En dat kan een indicatie zijn van een te laag vitamine E gehalte in het rantsoen. Nou, dat zijn van die momenten dat je dus naar supplementen gaat kijken. Eigenlijk werkt het stapsgewijs. Ruwvoer is de eerste laag. Je vult het aan met zo nodig krachtvoer. Daar zitten dan ook die vitamine mineralen in. En alles wat er ook weer niet daaruit gehaald kan worden door of de hoeveelheid. Misschien voer je wel helemaal geen krachtvoer. Dan ga je nog kijken naar een volledig supplement. Om gewoon in alles in basis te voorzien. Maar het kan dus, als je dat al wel hebt voorzien, dus ook zijn dat je in een bepaald deel van het jaar bijvoorbeeld vitamine E bijgeeft. Of als jouw paard of pony heel hard werkt en vooral in de zomer met hogere temperaturen heel veel zweet, kan die wat extra behoefte aan zout hebben. Ja. Dus elektrolyten in de volksmond. Ja. Met een zoutblok kom je heel ver. Maar als je paard of pony daar niet aan zit, kan het nog steeds zo zijn dat hij wel dat zout nodig heeft. Dus dat zijn van die dingen waarin je gaat nadenken op het moment dat er een specifieke behoefte ontstaat. Maar normaal gesproken is het zo, ruwvoer, je krachtvoer en of volledig supplement. En dan moet eigenlijk de hele behoefte al voorzien zijn. Oké. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En dan gaan we het hebben over... Nee, en dan gaan we... De fabriek rond. Helemaal leuk. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Doeg.